Toms Autowasstraat. Hoi jongens, wat een prachtige winterdag. Zijn jullie aan het kijken naar een kerstboom? Ah, jullie kijken naar de perfecte kerstboom, of niet? Wat vinden jullie van die boom? Perfect! Hoe ga je die boom meenemen? Ah, goed idee. Kijk uit! Oh nee, Sam, gaat het goed? Gelukkig ben je niet gewond, maar ik denk dat je naar Toms Autowasstraat moet gaan. Hoi Tom, hoi kleine Tom. Wauw, dat zijn hele mooie versieringen. Nu we het daarover hebben, Sam de sneeuwschuiver is onderweg voor een poetsbeurt. Hij heeft wat ongebruikelijke versieringen. Hoi jongens, perfect op tijd. Tom is net klaar met de versieringen voor de autowasstraat. Kom binnen Sam, dan gaan we beginnen. Wat eerst, Tom? Tom, er is geen tijd voor cadeaus nu. We moeten voor Sam zorgen. Oké, als het echt nodig is. Een waterpistool! Dat is cool! Heb je het naar je zin, kleine Tom? Perfect! De dennennaalden zijn verdwenen. Nu is het tijd om de rest te verwijderen. Kastanjes. Wat ben je van plan? Ah, de rest zal smelten door de warmte en van Sam afdruipen. Goed idee. Kleine Tom, je vader moet op de kastanjes letten. Kan jij voor de final touch zorgen? Wat is de volgende stap, kleine Tom? Ah, een lekker warm bad. Goed idee. Oké, Sam, ga maar in bad, zodat je helemaal schoon wordt voor de kerst. Haha, dit vind je lekker, of niet? Als je klaar bent, wachten Tom en kleine Tom buiten op je. Kijk nou, Sam, je glimt helemaal.
Inderdaad, Frank. Hoe kom je nu nog aan een kerstboom? Het is helemaal donker. Sam, Tom zegt dat je zijn kerstboom mag hebben. En dan hoef je hem ook niet meer te versieren. Dat is heel lief van je, Tom. Nou, een hele fijne kerst allemaal. Tot de volgende keer. Toms Autowasstraat. Hey Charlie, wat bouw je? Oh, een spookhuis voor Halloween. Dat klinkt griezelig. Je bent erg vies, Charlie. Oh, het is lijm van de constructie. Wees voorzichtig met die doos, Charlie. Oh nee, wat een rotzooi. Volgens mij gaat het er niet af. Het zit waarschijnlijk allemaal vastgelijmd. Het is goed. Je kunt naar Toms Autowasstraat om schoon te worden. Charlie had een erg ongelukkig ongeval bij het bouwen van het spookhuis. Hij heeft allemaal Halloween-decoraties over zich heen. Weet jij hoe je hem schoon kunt maken? Oh? Vandaag maak je op een speciale manier schoon en het lijkt een beetje op een spooktrein. Oké, laten we beginnen. Is het te eng, Charlie? Hoe voelt dat, Charlie? Oh nee, is Charlie nu vervloekt? Haha, Charlie, je liet me even schrikken. De Halloween-decoraties zijn verdwenen, maar je zit nog wel onder de lijm. Dat kan in de volgende kamer worden schoongemaakt. Charlie, kan jij de magische woorden uit het boek uitspreken? Haha, Tom zei dat het een spookhuis was. Haha, kietelt dat, Charlie? Oh, wauw, de lijm is verdwenen. Oh, dat moet de heks zijn. De heks moet een spreuk uitspreken. Dat moet wel magische zeep zijn. Dat was Tom de hele tijd. Charlie, je ziet er ontzettend schoon uit. Dat was toch niet zo eng? Of wel, Charlie? Wil je nog een keer? Haha, veel plezier, jongens. Tot de volgende keer allemaal. Toms Autowasstraat. Hey Dane. Wow, wat ben jij vies. Ben je net klaar met slopen?
Ik zal maar snel naar Toms autowasstraat gaan. Hey Tom, maak je een nieuw bord voor je autowasstraat? Hij ziet er prachtig uit. Deen is een beetje vies, Tom. Of eigenlijk, hij is smerig. Wat eerst, Tom? Waterstralen, om de eerste smerige laag te verwijderen. Goed zo! De eerste laag is eraf. Wat nu, Tom? Zijn voorruiten? Goed idee! Ik verbaasde me al dat Deen door die ruiten kon kijken. Kijk, dat lijkt er meer op. Tijd voor een grote zeepbeurt, Deen. Oké, tijd om die smerigheid voorgoed kwijt te raken. Is het nu tijd voor de sponsen, Tom? Dat voelt goed, of niet, Deen? Net een massage. Tijd om de bubbels af te spoelen. Tijd om te drogen. Is dat alles, Tom? Is Deen nu helemaal schoon? Goed idee. Een laatste poetsbeurt maakt het helemaal af. Wauw, Deen! Wat zie je er weer prachtig uit. Blijf daar, Deen. Je reed net door de verf. Tom moet even wat water pakken. Phew. Gelukkig was de verf nog nat. Je glimt weer, Deen. Heel erg bedankt, Tom. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer.